Ik wil even terugkomen op mijn Piet Mondriaan. Piet Mondriaan. Op internet las ik het volgende. Piet Mondriaan zocht naar de essentie van zijn beleving. Zijn zoektocht naar puurheid en harmonie. In zijn schilderijen is kenmerkend voor zijn werken. Zijn zoektocht naar puurheid en harmonie in zijn schilderijen is kenmerkend voor zijn werken. Styleren is het vereenvoudigen van een vorm, een motief vanuit de natuur, een plant, een blad, een bloem, een voorwerp met weglating van bijzondere en toevallige details. De vorm wordt teruggebracht tot zijn meest eigen vorm, zijn symbool. Geen 14 adviezen, geen 7, geen 3, eigenlijk zelfs geen 1. Niet een advies, een woord. Ik zeg het verkeerd. Een naam. Het is Jezus. Het is Jezus. En nu zou ik eigenlijk wel even helderziende willen zijn om te kunnen inschatten wat er nu door jullie heen gaat. Je zou de gedachte kunnen krijgen. Ja, zeg. Ben je daar helemaal vooruit België gekomen? Ja, dat zou kunnen, hè? Dat zou kunnen. Maar dan is er hier werk aan de winkel. Als dat de reactie is. Luc is een hondenliefhebber. En op een dag nodigde hij mij uit om te gaan zien naar een hazenwindhondenwedstrijd. En ik vond dat heel interessant. Ik ben meegegaan en we hebben daar bij die renbaan staan kijken. Die dieren die zaten in een soort kooi. En op een zeker ogenblik was het moment aangebroken. En dan gingen die deurtjes open en dan vlogen die dieren uit die ruimte en als gekken. En weet u waar die op gericht waren? Ja, op het einddoel. Ik denk dat ze zo slim niet waren. Om te denken aan het einddoel. Ze hadden de haas hadden ze voor ogen. Dat is zo ja, een of ander stoffen ding. Misschien met hazenbond, ik weet het niet juist. In ieder geval, maar dat vliegt. Dat zit een bepaald mechanisme. En dat hebben ze voor ogen. Ze kijken niet op of om. Op het moment dat ze naar opzij kijken, dan zijn ze al uitgeschakeld. Ze hebben die haas voor ogen. Het einddoel. Daar kunnen ze niet over nadenken. Maar de haas, die moeten ze hebben. En dat doet mij denken aan Hebreeën hoofdstuk 12. Waar het geestelijk leven wordt voorgesteld als een wedloop. En dan wordt daar gezegd, laat daarbij uw oog alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en voleinder van het geloof. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. Dat klinkt heel simpel, maar ik ga dat toch nog een beetje, bevestigen vanuit de schrift. Ik heb hier opgeschreven, eenvoudiger kan het niet, hè? Dat is waar. Hè? Ja, het is Jezus, klaar. Wil je stand houden? Het is Jezus. Eenvoudiger kan het niet, heb ik hier opgeschreven. En eenvoudiger kan het niet worden gezegd, maar daar zit juist ons probleem. Daar zit ons probleem. Het is te
eenvoudig. Daar komen van allerlei maren naar boven. Ja, Jezus, natuurlijk. Jezus, voor de Joden een aanstoot en voor de Grieken een dwaasheid. Dit is het mikpunt van de duivel. 2 Korinthe hoofdstuk 11, vers 2 tot 4. Daar zegt Paulus: zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, hij vreesde dat hun, dus van de Korintiërs, hun aandacht van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus zou worden afgetrokken. Als de duivel daar kans toe ziet, dan heeft hij eigenlijk zijn slag binnen. Onderweg hebben Luc en ik nog eventjes over iemand gesproken. Die had Luc pas ontmoet, een christen uit onze gemeente. Heel fijne broeder. En hij zat met de vraag, wat is nu eigenlijk het verschil precies tussen religie en relatie? Religie en relatie. En ik zei juist tegen Luc, je zou kunnen zeggen, de fariseeën symboliseren de religie en de discipelen die symboliseren de relatie. Die waren door de Heer Jezus geroepen en dan staat er om met hem te zijn. En om uitgezonden te worden om te prediken. Maar de volgorde is interessant. In de eerste plaats waren ze geroepen door de Heer Jezus om met hem te zijn. Er zijn nogal wat christenen die worstelen met de vraag, wat heeft God met mij voor? Welk plan heeft hij met mij? Sommige mensen hebben de roepstem van God verstaan. Die zijn misschien de zending ingegaan of die hebben een of andere belangrijke rol in het koninkrijk van God. Maar wat heeft God met mij voor? Nou, God heeft maar één ding met je voor. Eén ding. Wij zijn geroepen, 1 Korinthe 1 vers 9, tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus. Dat is het. Dat is het. En als die relatie er is en die relatie wordt onderhouden, dan komt de rest vanzelf. Zo simpel is het echt. Dat is wat de Bijbel ons leert. En daarom probeert dus de duivel ons daarvan weg te trekken, onze aandacht weg van Jezus. En de wereld komt natuurlijk af met allerlei verleidelijke dingen, maar binnen het koninkrijk van God zijn er ook heel veel subtiele dingen. Er zijn nogal wat christenen vandaag de dag die bijvoorbeeld het weer in de richting van de wet zoeken. Ze willen weer bepaalde dagen gaan onderhouden en bepaalde dingen niet eten of drinken. Want dat is toch eigenlijk, zoals de Jood het zegt, niet helemaal kosher. Er zijn mensen die helemaal opgaan in Israël. Israël. Als ze een andere christen ontmoeten die er ook geweest is en die is daar ook zo enthousiast over, dan zijn ze broeders. Wat is dat? Mogen wij geen liefde voor Israël hebben? We moeten liefde hebben voor Israël. Maar dat moet voortvloeien uit onze relatie met Jezus. Vanuit onze relatie met de Heer Jezus moeten we bewogen zijn met de hele wereld. En specifiek zeker ook met het Joodse volk. Maar niet zo met het volk Israël begaan zijn en er zo in opgaan dat de Heer Jezus gaat verbleken. Want Hij is toch ons leven. Paulus waarschuwt in de Colossenzenbrief, hoofdstuk 2, vers 8, dat we ons niet moeten laten meeslepen met allerlei diepzinnige gedachten en niet met Christus. En dan wordt er gezegd, want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk.
We hebben in de Heer Jezus alles ontvangen, dat zegt de Petrusbrief ook, de tweede Petrusbrief, eerste hoofdstuk. Alles hebben wij ontvangen om godvruchtig te kunnen leven. Wat ook een heel groot gevaar is, dat is de Heilige Geest ontdekken. Los van de Heer Jezus. Het wordt iets apart. Het is de Heer Jezus die we voor ogen moeten houden. We moeten vol worden van Hem. En vol worden van Christus betekent vanzelf vervuld worden met de Heilige Geest. En zonder vervulling met de Heilige Geest, dat is 100% waar, kunnen we niet. Maar wij moeten niet buiten de Heer Jezus om gaan zoeken, alsof wij niet voldoende zouden hebben aan Christus. De Heer Jezus heeft gezegd dat we tot Hem zullen kunnen komen, wie in mij gelooft. Gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de geest, welke zij die tot geloof kwamen in Hem ontvangen zouden. Het is een afleidingsmanoeuvre van de duivel. Vader, Zoon en Geest zijn 100% één. Daar geloven wij natuurlijk in. Maar wij worden verzoend met de Vader door de Heer Jezus Christus. En wij ontvangen de Geest door het geloof in Christus. En hoe meer wij dienaar willen zijn van de Heer Jezus, hoe meer de Geest van God ons leven zal vervullen. Maar christenen gaan op een zeker ogenblik op zoek. Ze missen bepaalde dingen. Ze zijn niet krachtig genoeg in het geloof. Ze willen enthousiaster worden, meer inzicht hebben. En ze denken dat ze wezenlijk iets missen. Maar als je dat zegt, is dat eigenlijk een vreselijke gedachte. Want de Heer Jezus Christus heeft je dan teleurgesteld. De Heer Jezus is niet voldoende. Hem moeten wij voor ogen houden. Het is Jezus. Daarom zegt Paulus, ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. 1 Korinthe 2, vers 2. Hij zegt, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. En onszelf als uw dienaren, om Jezus wil. Hem verkondigen wij, zegt hij, terwijl we ieder mens terechtwijzen. Daar heb ik ook fouten in gemaakt in mijn leven. Dat ik zag dat bepaalde mensen een verkeerde richting opgingen. En dat ik dacht, ja, ik moet ze daarvoor waarschuwen. Dat is toch niet goed wat ze doen. Nou, oké, dat ik het opmerkte, prima. Maar wat was eigenlijk mijn boodschap? Dat ze iets fout deden. En dat ze het goed moesten gaan doen. Maar dat was fout van mij. Ik moest ze Christus verkondigen. Dat zegt Paulus. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen. En Paulus kon dan ook tot de uitspraak komen, het leven is mij Christus en het sterven gewin. Lees het boek Handelingen door. En dan zul je zien, het is Christus die ze verkondigen. Dat is de boodschap. Heel simpel, Jezus. Het is Jezus en Jezus alleen. De Filippus, hij komt in contact met die kamerling. Die zit daar in de rol van Jesaja te lezen. Hij verstond het niet. Uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem Jezus. En wat doet de Heer Jezus? Die wijst ook op zichzelf. En wat zegt de Heer Jezus? En ik weet, ik zeg hier allemaal heel bekende dingen. Heel bekende dingen. En toch moet u echt afvragen, zie ik dat zo in mijn praktisch dagelijks christelijk leven? Ben ik op de Heer Jezus gericht? Of ben ik misschien inderdaad religieus bezig? Word ik afgeleid door die zaken die ik daar genoemd heb? Ik heb daar de wet genoemd, Israël. De geest.
wonderen en genezingen. Oh mensen, alsjeblieft, alsjeblieft. Is de Heer dan niet bij machten om wonderen te doen? Ja, natuurlijk wel. De Bijbel staat er toch vol mee. En God is soeverein. En als hij hier een dode wil opwekken of een doodzieke mens wil oprichten, God is bij machten. Maar laten we toch geen wonderen achterna lopen. Of mensen achterna lopen. Gebedsgenezers. Het is vreselijk. Wat is ons leven arm. We zijn Jezus uit het oog aan het verliezen. Een niet echt christelijke schrijver, maar die wel diepzinnige dingen heeft gezegd, die heeft eens gezegd, als wij voortdurend wonderen zoeken, dan hebben wij verleerd om ons dagelijks te verwonderen. Nou, dat vond ik raak gezegd. Als wij voortdurend zoeken naar wonderen, dan hebben we verleerd om ons dagelijks te verwonderen. In het Hooglied, daar wordt gezegd van de bruid over de bruidegom, ze is helemaal tot over de oren verliefd. Haar schellen zullen nog wel een keer van de ogen gevallen zijn, denk ik. Maar ze sprak over haar bruidegom en ze zei, hij is uitblinkend boven 10.000. Nou, dat is toch wel een prachtige uitspraak over de Heer Jezus Christus. Hij is met niemand te vergelijken. En hoe meer wij onze aandacht richten op hem, hoe zouden we dan kunnen afdwalen als we de Heer Jezus zien als de raadgever, de wonderbare raadsman. Ik zit om raad verlegen. Ik zie de Heer Jezus. Hoe kan ik dan in de knoei geraken? Als ik besef dat de Heer Jezus Christus mijn leven is. Als ik besef wat de Heer Jezus voor mij gedaan heeft. Hoe hij leed en stierf. Opdat ik zou worden gered. Hoe kan ik dan afdwalen? De Heer Jezus zegt, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En wat moeten we doen? Van dat brood eten. De Heer Jezus zegt het nog sterker. Hij zegt, als je niet mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, dan heb je geen deel aan mij. Op een andere plaats zegt hij, in diezelfde context, dat het gaat om geloven in hem. Het is niet iets mystiek zoals de katholiek dat opneemt. Hè, die de hostie opneemt en meent dat hij Christus opeet als het ware. Nee, het is geloven in Christus. Maar de Heer Jezus heeft dat zo sterk uitgedrukt. Dat is wat geloven moet zijn voor mij. Ik wil eten en drinken van de Heer Jezus. De Heer Jezus is het licht ter wereld. En wat zegt hij? Wie mij volgt zal niet meer in de duisternis zijn. Het licht is er, maar ik moet volgen. De Heer Jezus is de deur. Ik moet door hem binnengaan. De Heer Jezus is de goede herder. En ze horen naar zijn stem. Ik heb thuis een paar schapen. Ze zitten gewoon in een wei. Dus die zijn minder op mij afgestemd dan als een herder die echt met zijn schapen de velden ingaat. Maar zodra ik thuis kom en ze horen mij, dan blaten ze. Ze kennen mijn stem. De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. En de mijne kennen mij. En ze horen naar mijn stem en ze volgen mij. Ik, zegt de Heer Jezus, ben de opstanding en het leven. De weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Prachtig ook. Ik heb thuis een wijnstok. En als je dan in de winter kijkt, dan kan je bijna niet geloven dat dat nog gaat uitlopen. Dat ziet er zo verdord en verdroogd uit. En op een zeker ogenblik ineens botten die ranken weer uit. En wat moeten ze doen? Ze moeten niks doen. Ze moeten alleen in de wijnstok blijven. Ik snoei altijd, dat is in februari, dan snoei ik de wijnstok. En goed, dat komt op de vuilhoop terecht of iets dergelijks. Daar komt niks meer van, daar komt niks van. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dat zal gewoon het gevolg zijn. Daar hoeven we helemaal geen moeite voor te doen. Dat gaat vanzelf.
Door onze relatie met de Heer Jezus te onderhouden. Hij is de Alpha en de Omega. Zo simpel is het. Wij moeten bij Jezus blijven. De Heer Jezus voor ogen houden. De Heer Jezus lief hebben. Zoals er in de Efezebrief staat aan het einde. Die de Heer Jezus onvergankelijk lief hebben. En dan houden wij stand. Dan houden wij stand. Maar o wee, als we geobsedeerd raken door theologische kwesties. We kunnen opgeslorpt worden door heel goed werk, zoals Martha. En dat de Heer Jezus zijn hoofd schudde en zei, Martha, Martha, gij maakt u druk en bezorgd om vele dingen. Zo gaan veel dienstknechten van God ook onderuit. Doordat ze helemaal opgeslorpt raken door het werk. En ze, Watchman Nee, die Chinese schrijver, die heeft dus gezegd, ze zijn in beslag genomen door het werk van de Heer. Maar we moeten in beslag genomen worden door de Heer van het werk. Dat is het. En daar moet tijd voor gemaakt worden. Heel veel relaties, menselijke relaties, gaan kapot door een gebrek aan communicatie. En dat geldt dus in huwelijksverhoudingen. Maar je ziet dat ook tussen mensen onderling. En ik heb juist op die rijdende rechter gewezen. Nu, het zijn allemaal burenruzies. Hè? Gebrek aan communicatie. De een ziet het van die kant, de ander ziet het van die kant. Er wordt niet meer gesproken. Ze willen elkaar in de meeste gevallen niet eens meer een hand geven. Zo ver zijn ze uit elkaar gegroeid. En dan hoor je de ene kant en dan hoor je de andere kant mijlen ver uiteen. Ook relaties, huwelijksrelaties, gaan kapot door een gebrek aan communicatie. Maar onze relatie met de Heer gaat eraan als wij verslappen in die omgang met God. Neem je tijd. Een van de vloeken van deze tijd vind ik dat het zo vreselijk druk is allemaal. Is er één iemand die hier vandaag geen smartphone bij heeft? Iedereen heeft hem bij? Geweldig. Mensen voelen zich incompleet als ze dat rodding niet bij zich hebben. Constant moeten we online zijn. Maar zijn we ook online met Jezus? Als Hij belt, nemen we dan op. En bel ik wel eens naar Hem. En nu die laatste netelige vraag. Kunnen gelovigen dan verloren gaan? Even wachten. Dat is zo'n hot item dat christenen soms lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Er zijn gemeentes die gesplitst zijn omdat het ene deel van mening was dat het wel kon en het andere deel was van mening dat het onmogelijk was. En ze verketterden elkaar. En degene die zeiden dat het onmogelijk was, die zeiden, dan is dat werk heiligheid. Jij probeert door je eigen inspanningen op een of andere manier je heil te verwerven. Maar als je wederom geboren bent, dan kan je onmogelijk verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand roven. En de anderen, die zeggen daar tegenover, pas maar op. En die wijzen op teksten die we zojuist hebben gelezen. Wat is het nu? Welk standpunt je ook inneemt, het ene of het andere, je doet altijd schade. Je doet altijd schade. Als je zegt, gelovigen kunnen nog verloren gaan, dan creëer je een sfeer, een atmosfeer van angst. Mensen worden bang. Hoe? Eigenlijk iets van wat mijn vader mij gezegd heeft. Oh,
En je wordt krampachtig. Je gaat extra erop letten dat je wel voldoende toegewijd bent. Maar dan is dat geen werkelijke toewijding uit liefde voor God. Maar jij bent bezig je zieltje te behouden. Johannes die zegt in zijn brief: wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wie vreest is niet volmaakt in de liefde. En hij zegt: volmaakte liefde drijft de vrees uit. Waarom moet ik bang zijn om verloren te gaan? Waarom zit ik eigenlijk met die vraag? Waarom houdt mij dat zo sterk bezig? Als ik voortdurend denk, als mijn huwelijk maar niet misgaat. Nou, dat kan zijn hè, dat ik daarover pieker. Maar als ik daarover pieker, dan bewijst dat dat er iets grondig mis zit. Er is iets aan de hand. Ik ben 48 jaar getrouwd. Kan mijn huwelijk nog ontsporen? Ja, dat kan. Dat kan. Er zijn mensen die 50, 60 jaar getrouwd zijn en die komen ertoe om te zeggen, we gaan toch uiteen. Dit is geen leven meer. Onvoorstelbaar. Dus wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, ook in het huwelijk. Ben ik bang dat mijn huwelijk eraan gaat? Nee hoor, ik ben helemaal niet bang. Ja, hoe zit het dan? Wel, de relatie is goed. Ik onderhoud de relatie. Communiceren belangrijk, tijd nemen, wederzijds. We moeten tijd nemen voor God. Ah, en wat is er dan voor gevaar om te zeggen je kan nooit meer verloren gaan? Weet je wat daar het gevaar van is? Zou je zeggen, ja ik weet het, dat je denkt, oh ik kan toch alles doen. Nee, dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Je zekerheid is op basis van een dogma. En niet op de basis van Christus. Je hebt een aantal teksten uit de Bijbel verzameld. En je hebt daar een streep onder gezet. En je hebt ze opgeteld. En de conclusie is, ik kan nooit meer verloren gaan. En daarin ben je gerust. Nou, dat is een waardeloze zekerheid. Dat is een theologische zekerheid, maar dat is geen zekerheid in Christus. En ik heb het toch gezegd, geen 14, geen 7, geen 3, geen 2, 1 en niet een woord, maar een naam. Het is Jezus. En als ik hem voor ogen houd, hoe kan ik dan verloren gaan? Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Maar als ik de Heer Jezus de rug toekeer, hoe kan ik dan zeggen dat ik behouden ben? Op basis van het dogma? Dan raak ik mijn vrede kwijt. Mijn zekerheid raak ik kwijt. De geest van God die in mij woont en die zegt, Abba, Vader, die bedroef ik. Ik bedroef de Heilige Geest. En ik doof de geest van God uit. En ik word onrustig. En dan moeten anderen mij niet komen zeggen, John, maar je hoeft niet bang te zijn, want je kan nooit meer verloren gaan. Weet je wat ik moet horen? Jij moet, ik zal het eens lelijk zeggen, als de bliksem terug naar Jezus. Want Hij is de bron van alle leven. En als jij van Hem afwijkt, dan speel jij met vuur. Het is bij Christus dat je moet zijn. En als we dit standpunt innemen, hè, dan hebben we met niemand problemen. Dan hebben we met niemand problemen. Heel veel christelijke organisaties die nemen dat op in hun geloofsbelijdenis. En als jij niet het juiste standpunt inneemt, dan kan je bijvoorbeeld bij die organisatie niet terecht. En dan zijn er mensen die daar zelf nog niet over nagedacht hebben. Oh ja, dat weet ik nou eigenlijk niet. Ja, maar kijk, dit is Bijbels, hè? Want hop. Oh ja. Ja, oké, okay, ik geloof het. Ik onderschrijf, ik zet mijn handtekening. En diezelfde persoon, die komt na 3 maanden iemand tegen en die kan me daar, nou, ze zeggen bij ons klappen als een hekster. Die kan het heel goed, hij was als brugman, praten als brugman. En die overtuigt die arme mens, die arme christen van het tegenovergestelde. En hij begint ineens helemaal te wankelen.
Zie je? Dat is niet een zekerheid in de Heer Jezus, maar het is een zekerheid in een dogma. Nu, ik ga niet zeggen dat dogma's waardeloos zijn, die hebben wel degelijk hun nut, maar we moeten zien dat dat in zekere zin toch menselijke constructies zijn. En ons geloof moet gebaseerd zijn op Jezus. Mensen, ik vind het geweldig dat jullie hier deze Bijbelstudie volgen. Jullie krijgen hele waardevolle dingen mee. Ik heb verschillende mensen ontmoet inmiddels die deze cursus hebben gevolgd. En ik heb gezien dat het hen veel goed gedaan heeft. Maar weet dat dit geen garantie is om staande te blijven. Hè? Dat moet je echt beseffen. Je kan een hoofd vol kennis hebben. Dat is allemaal prima, maar Paulus zegt, kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En Gods verlangen is dat we vervuld worden met de liefde voor Jezus. In onder andere Matteüs 17, daar zien we hoe de Heer Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes samen was op de heilige berg. En op een zeker ogenblik verschijnen daar die twee oud-testamentische figuren. Mozes, die de wet vertegenwoordigt. En Elia, die de profeten vertegenwoordigt. En ze zijn in gesprek met Jezus. En dan komt daar de stem uit de hemel. En die stem die zegt, deze is mijn geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. En Mozes en Elia verdwenen en toen zagen ze Jezus alleen. En dat is het, Jezus alleen. Komt niks meer uit. Het is Jezus en Jezus alleen. Vragen? Of mag ook kritiek zijn? Dan loop ik gewoon weg, dat is makkelijk. Nee, zonder gekheid. Misschien zijn er toch. Uiteraard is hier veel meer over te zeggen. Maar ik heb willen doen wat Mondriaan deed met zijn schilderijen. Ik heb het eens even helemaal tot de wezenlijke kern willen terugbrengen. En ik hoop echt, vreemd, maar het is in mijn voorbereiding eigenlijk voor mezelf, ja, misschien moet ik zeggen, opnieuw een openbaring geweest. Maar ik dacht, dat is het. Zo simpel is het. Wat zijn we schatrijk in Jezus. Schatrijk in hem. Laat het bij uw oog alleen gericht zijn op Jezus. En je kan onmogelijk verloren gaan. Maak je dus absoluut geen zorgen. Blijf bij hem. Ja, is er iemand die wil reageren nog? Het mag echt. Niet meer 14 punten natuurlijk. Ja. Dat stukje wat u zei over de dat je afgeleid kan zijn door de zoektocht naar de geest. Wat vaak aangaf was die tekst dat waar een stukje in de gemeente Samaria kwam en dat daar ze wel met dat ze wel Jezus, de doop van Jezus hadden gehad, maar niet de doop van de geest. Er wordt dan vaak aangehaald van nou, hè, dan mis je dus wat. Ja. Ja, er zijn een viertal passages, dus is de vraag door iedereen verstaan? Dus er is daar die ontmoeting van Paulus met die mensen in Efeze, dat is toch wat je bedoelt? En dat hij vraagt, heb je de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Ja, dat is een stukje Handelingen. Ja, Handelingen 19. Ja, dat kan ook, dat Handelingen 8. En daar waren de Samaritanen tot geloof gekomen en ze hebben de Heilige Geest niet ontvangen. En dan moesten Petrus en Johannes, die moesten komen om hen de handen op te leggen.
Er zijn vier belangrijke passages in de Handelingen waar dit aan de orde komt. Je hebt eerst Handelingen 2, dan wordt er gezegd, kijk, dat waren toch echte gelovigen, maar ze hadden de Heilige Geest nog niet. Dat is heel eenvoudig te weerleggen uiteraard, door de Jezus die had gezegd, de Heilige Geest zal komen. Hij was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus ze konden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Nu, de Heilige Geest was er wel. Koningen en priesters, die ontvingen de Geest. Maar dat was meer voor een bediening, voor een taak. Terwijl nu kwam de Geest inwonend. Maar dus Handelingen 2 valt daar weg. Dan heb je inderdaad Handelingen 8. En die Samaritanen, die komen tot geloof. Maar ontvangen de Heilige Geest niet. En dat is, daar zou je inderdaad vragen bij kunnen stellen. Maar daar gebeurt iets heel bijzonders. De Heer Jezus, die heeft gezegd, gij zult mijn getuige zijn. Te beginnen in Jeruzalem, in geheel Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. En je ziet dat die drie bevolkingsgroepen inderdaad genoemd worden. Dus in Handelingen 2 zijn het de Joden die de Heilige Geest ontvangen. In Handelingen 8 zijn het de Samaritanen. Maar wat was het probleem? Samaritanen die gingen niet om met de Joden en omgekeerd. En wanneer de Geest van God afzonderlijk was gekomen, afzonderlijk van de Joden, dan was er een hele grote kans dat dat eigenlijk een onafhankelijke kerk zou geworden zijn. En wat moest er nu gebeuren? De apostelen moesten komen en die moesten hen de handen opleggen. En dat was voor de Joden in een zekere zin iets weerzinwekkend, want die vieze Samaritanen waar ze niet mee omgingen, die moesten ze zegenen. En omgekeerd was dat voor de Samaritanen in een zeker opzicht een vernedering, want zij moesten erkennen wat de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw gezegd heeft, dat het heil uit de Joden was. En zo werden ze door die handoplegging eigenlijk verbroederd in Christus. Dus dat is een uitzonderingssituatie waar een heel belangrijke reden voor was. Nu kun je natuurlijk zeggen, ja, kijk, dat is een mooie uitleg, maar waar haal je dat? Waar staat dat? Nu, een aantal van die facetten, die worden inderdaad duidelijk genoemd. Joden gingen niet om met Samaritanen enzovoort. Maar als je zegt, kijk, het kan wel degelijk dat je bekeerd bent, maar je de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen, dan kom je in conflict met andere uitspraken in de schrift, zoals Efeze 1 bijvoorbeeld, waar gezegd wordt dat de Geest van God als eerste gave ons geschonken is. En in Romeinen 8 wordt uitdrukkelijk gezegd dat als we de Geest niet hebben, dan behoren we hem niet toe. Zie je? Wat er met die zaken heel sterk verward wordt, dat is vervulling en doop met de Geest. En Paulus zegt in tot de christenen in Efeze, in hoofdstuk 1 zegt hij dat ze verzegeld zijn met de Geest. En in hoofdstuk 5 zegt hij dat ze vervuld moeten worden met de Geest. Het eerste is een feit als je tot wedergeboorte komt. De wedergeboorte kan niet tot stand komen zonder de Geest. Geboren worden uit water en geest. Maar de Geest moet ons leven gaan vervullen. En dat betekent dat wij vol worden van Christus. Want de Geest, de Heilige Geest, de Geest die de Vader gezonden heeft, wordt ook genoemd de Geest van Christus. Christus woont in ons. Dus dat is mijn zinziens een juiste verklaring voor hoofdstuk 8. Dan heb je hoofdstuk 10, is eigenlijk op zich geen probleem. Daar heb je de Cornelius, die komt tot geloof. En die horen het, die nemen het aan en de Geest van God valt op hen. En dan worden ze daarna gedoopt. Dus daar zou je kunnen zeggen, daar is de volgorde eigenlijk klassiek. En dan heb je nog een speciaal geval, dat is Handelingen 19. Dan komt Paulus zeven mannen tegen en dan zegt hij, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? We hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is, zeggen ze. In wat zijn jullie dan gedoopt? Ja, we zijn gedoopt in de doop van Johannes. Ah, zegt Paulus, ja, je moet je laten dopen in de naam van Jezus. En dan worden ze gedoopt en dan worden inderdaad ook de handen opgelegd. Maar ik denk gewoon door het feit dat Paulus als apostel daar optreedt en een bevestiging. Maar
Ik vind dit een van de grootste misleidingen vandaag onder de christenen. Wij hebben op heel wat plaatsen gewerkt in België. Er zijn verschillende gemeentes op allerlei plaatsen ontstaan. Waar ik gewerkt heb, hebben we bijna, de laatste plaats nog niet, maar dat gaat toch komen, hebben wij met dit probleem te maken gehad. Mensen kwamen tot geloof en dan werden ze met deze leer, ik noem dat geïnfecteerd. Het is een ontering van de Heer Jezus. Alsof wij in hem niet voldoende hebben. Fijn dat we christen geworden zijn. Fijn dat onze zonden vergeven zijn. Fijn dat we kinderen van God geworden zijn. Fijn dat we niet meer verloren zullen gaan. Maar we zijn nog slap, Janussen. We hebben geen kracht. We hebben de power nodig van de geest. Nou, geef je dan over aan Jezus. En dan zal de geest van God je leven vervullen. We moeten hem volgen, naar zijn stem luisteren. Hem liefhebben. Tijd nemen om met de Heer Jezus alleen te zijn. Een uitdaging. Die smartphone zetten morgen eens een keer aan de kant. Gewoon één dag. Dan moet je voor jezelf eens testen. Dan zie je wat dat ding voor je betekent. Eén dag. Zet hem uit. Leg hem ergens gewoon weg. Niet bereikbaar. Ja, maar, denk je al direct. Weg, dat ding. Gewoon. Een dag doen. En die tijd neem je eens extra. Het is prachtig weer. Ga eens een keer een wandeling maken. Trek je eens een keer helemaal alleen terug. En zoek Jezus. Zeg eens tegen hem. Heer Jezus, u bent voor mij uitblinkend boven 10.000. U bent mijn Heer, u bent mijn Redder. Heer Jezus, u bent mijn leven. U bent mijn eten, mijn drinken. Heer Jezus, ik wil me meer aan u toewijden. Vul mijn leven. Heer Jezus, ik wil worden zoals u. Want dat is het grote verlangen van de Vader, dat we gelijkvormig zouden worden aan Jezus Christus, zijn Zoon, in wie God zijn welbehagen heeft. Neem tijd voor de Heer. Er is een Vlaamse dichter geweest, hebben jullie zeker van gehoord, Guido Gezella, en die heeft dit gezegd. Mind de stilte in uw wezen. Mind de stilte die bezielt, want zij die alle stilte vrezen, hebben nooit hun hart gelezen. Ze hebben nooit geknield. Wat een drukke tijd waarin we leven. Hoe worden we afgeleid door van alles en nog wat. Ook christelijke boeken, ja, dat is een uitzondering, dat moet je echt. Maar christelijke boeken worden verslonden. En de mensen worden heen en weer geslingerd. De ene schrijver zegt dit en een andere schrijver zegt weer dat. En het woord van God wordt niet gelezen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft en die wet overpeinst bij dag en bij nacht. De Heer Jezus Christus is het levende woord en we hebben het geschreven woord. Wie mijn woord heeft en het bewaart, die is het die mij lief heeft. Er wordt steeds minder door christenen gelezen in de Bijbel. We worden overspoeld, ik word er bijna ziek van. Allemaal die vertalingen. De ene vertaling is nog niet uit. Hoppakee, er komt een herziene vertaling weer uit. Van een vertaling. Oh, en de mensen lezen minder en minder. Zorg dat je je relatie met de Heer Jezus Christus onderhoudt. Amen. Als er geen vragen meer zijn, zou je dan willen eindigen met gebed? Dat ga ik doen. Zingen we daarna nog een lied samen. Heel goed. O Vader, in de naam van Jezus Christus, uw geliefde Zoon, komen wij
tot u. Wat zijn we bevoorrecht dat u uzelf aan ons hebt willen openbaren. Door de natuur mogen wij u kennen. U hebt ons uw woord gegeven. Maar uiteindelijk bent u gekomen in de gedaante van uw zoon. Hij is met niemand te vergelijken. Inderdaad, uitblinkend boven 10.000. Heer Jezus, dank u voor uw komst. Voor uw onderricht. Voor uw indrukwekkende voorbeeld. Voor uw wijsheid. De liefde die u hebt betoond. Maar wij danken bovenal dat u zo ver ging. Dat u uzelf wilde geven tot aan het kruis. Heer Jezus, u hebt ons verzoend met de Vader. Het is door u dat wij de Geest mochten ontvangen en tot wedergeboorte mochten komen. Het is door u dat wij inzicht hebben gekregen, dat onze blinde ogen zijn opengegaan. Het is door u dat wij een vrede hebben in ons hart die alle verstand te boven gaat. De vrede van God. Heer, bedankt dat we deze namiddag de gelegenheid hadden om hier over dit punt na te denken. Stand houden in de eindtijd. We zien wat er allemaal op ons afkomt. Heer, als het van ons afhangt, zullen we het opgeven. Petrus schreeuwde wel, oh, al zullen alle u verlaten, ik nooit. Maar het is verkeerd afgelopen. Als het van ons afhangt, dan gaan we door de knieën. Maar Heer, later is Petrus standvastig geworden. En wilde hij zelfs de kruisdood niet ontlopen. O God, wat kunt u in ons leven bewerken? We zijn zo rijk in u. Bedankt, Heer Jezus. Alles wat we nodig hebben, ontvingen wij in u. En ik wil u bidden voor ieder die hier is, deze namiddag, mag uw zegen op ons rusten. Wij hebben u nodig, ieder moment. Heer, u bent de wijnstok en wij zijn de ranken. Zonder u kunnen wij geen vrucht dragen. Maar in u, Heer, zullen we tot bloei en vruchtdraag komen. En zullen we de Vader verheerlijken. Zegen ons zo, ook weer als we uit elkaar gaan, wilt u ons behoeden en bewaren. Vader, wij loven u. In Jezus' naam. Amen.